Op welk scenario heb je een systemisch en lonkend perspectief losgelaten? Wij hebben dus een systeem bedacht, een aanpak bedacht om tunnels efficiënter en sneller te kunnen renoveren. Door hergebruik, door modulair te bouwen, door te standaardiseren, om dingen eenvoudiger te maken. En daarmee dus aantoonbaar, vlotter, een bewezen goed werkende tunnel te kunnen terugleveren aan de eindklant. Als je dat dan wil doen, deze opgave wil doen, dan is eigenlijk gewoon 90% moeten standaardiseren. Waarbij de focus kan liggen op de 10% die afwijkend is op ieder areaal. Op het moment dat je 90% hebt gestandaardiseerd, dan heb je ook gewoon je standaard product. Je kan je keten integreren, al je raakvlakken zijn geborgd. Waardoor je dus met dezelfde aantal mensen meer werk kan doen. En wat merkt dan de opdrachtgever daar concreet aan? Nou, het wordt herkenbaar. Het werk is vereenvoudigd. Je ziet gewoon dat het product dat ze krijgen, dat het iedere keer helemaal volledig aangetoond is. Waardoor zij minder toetsing hoeft te doen. Als je ook in de keten kijkt, is de instructie hetzelfde. Je kan ook de data van de verschillende arealen met elkaar vergelijken. Het is efficiënter in de hele keten. En zijn er dan nog kwantitatieve en kwalitatieve voordelen? Kwalitatief sowieso, omdat je veel meer voorspelbaar bent. En kwantitatief... We kunnen, zeg maar, als wij door de processen heen kijken met wat we menen te kunnen optimaliseren, denken we dat we tussen 25% en een derde in tijd kunnen winnen om een ontwikkelproces, zoals ik net aangaf, vanaf het begin van een traject ontwerpen tot en met het eind, de eindvalidatie, om dat te doorlopen. Dus als wij vanuit standaard bouwblokken op een voorspelbare manier de keten kunnen organiseren en op zo'n manier dus ook die tunnels kunnen renoveren, kunnen wij dus een kwart tot een derde van de tijd winnen. En daarmee dus andere dingen doen in die tijd. Ofwel meerdere objecten tegelijkertijd doen. Hoe ziet dan de ideale uitvraag eruit? Ja, de ideale uitvraag zou zijn, als je landelijke tunnelstandaard hebt, dat de Rijkswaterstaat of de andere opdrachtgevers in ieder geval erkennen dat als wij een bepaald aangetoond product willen inbouwen, dat dan bepaalde eisen afgelegd zijn. Voor de beeldvorming is het ongeveer 6000 eisen in de LTS, die we iedere keer eis voor eis gaan aantonen. Maar stel ik nou een bewezen concept heb waar ik al kan zeggen dat ik 4000 eisen al standaard heb afgehecht met ons standaard concept. Doen we gezamenlijk alleen maar die 2000 eisen door, waardoor het efficiënter wordt aan beide kanten in de keten. Om dat te realiseren, wat moet er dan in jouw ogen anders? Nou, die systeemsprong is nodig. We moeten durven loslaten dat die landelijke tunnelstandaard, die niet voor niks is ontstaan. De eerste tunnelprojecten gingen nou niet heel geweldig. Daardoor is er een standaard ontstaan waarbij de lat zo hoog is gelegd. Iedereen, dus alle marktpartijen eigenlijk ondertussen hun leercurve hebben doorlopen. En daarmee dus ook ervaring hebben opgedaan en die best practices allemaal proberen te vertalen naar volgende projecten of volgende opgaven. Het zou ons helpen op het moment dat men inderdaad, en die beweging is wel gaande hoor, onder andere door COB, Techniek Nederland, die erop schakelt met Rijkswaterstaat bijvoorbeeld als een van de grotere opdrachtgevers, om te kijken of we niet slimmer naar de eisenset kunnen kijken, dus naar wat Jeffrey al aangaf, naar minder eisen. Of in ieder geval naar die eisen dat je risicogestuurd gaat toetsen op die onderdelen waar het mis kan gaan. En alle bewezen concepten vink zetten en heel snel weer door, zonder om daar tijd en energie in te steken. Ja. Kunnen we morgen seriematig gaan werken? Wat mij betreft wel. We hebben natuurlijk al een aantal projecten gedaan. Als je bij de andere marktpartijen kijkt, zie je dat iedere bedrijf onderhand zijn eigen standaard aan het ontwikkelen is. Het gaat er alleen om dat je dat een bewezen maakt, een aantoonbaar maakt richting de LTS. Dus daar is nog een stap te maken. Ieder bedrijf technisch gezien zijn eigen oplossing al heeft. Alleen de doorvertaling naar welke eisen zijn dan afgerecht en dat laten erkennen door je op te geven, dat is de stap die we moeten maken.